Op de Internationale Dag van de Vrede organiseert de coalitie Vredesmissies zonder Wapens een vredessymposium. In Hotel De Wereld in Wageningen vertellen genomineerde vredeshelden over hun inzet als alternatief voor militair ingrijpen. So we do looking for people who are believe in peace, non-violent action, and they are really want to work together. Een bijzonder moment, een vredessymposium hier op deze historische grond. Zou je mogen zeggen, en daarom dacht ik, ik neem weer eens mee uit mijn kast dit stuk steen. Ik ben nog steeds voor de staat Israël, die in verval is, en dat raakt mij. En andere, als je tussen de Palestijnen zit, en ik zat in 2015 tussen de Palestijnse plattelanders, dat raakt je ook. Vredesmissies zonder Wapens is de naam van een samenwerkingsverband van een aantal vredesorganisaties hier in Nederland die burgers inzet voor vrede. In Duitsland worden dus al vele jaren lang miljoenen uitgetrokken door de overheid om het mogelijk te maken dat mensen door verschillende organisaties worden uitgezonden naar conflictgebieden vooraf. Ook getraind worden, want ja, het is niet zonder gevaar en met alleen een rugzak vol goede bedoelingen kun je dat maar beter er niet aan beginnen. Wat is burgervredeswerk? Dat is dat burgers geweldloos werken aan conflictpreventie, aan het eindigen van oorlog en ervoor te zorgen dat na conflict het geweld niet opnieuw weer oplaait. Marcel Chegwaru uit Syrië, Aleppo. Heeft daar een NGO opgezet, is bezig met projecten, onderwijs voor kinderen. En dan niet al die ideologische onzin waar mensen mee worden lastiggevallen. Gewoon zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen en zo normaal mogelijk kunnen blijven leven. Mensen opvoeden in burgerschap en democratie. Dit zijn de helden van nu. I find it's important to talk about sustainable peace from different angle. For example, media, what I have said so far, and how can contribute sustainable, and how people can be aware about what their role. I mean, starting from talk about equal rights for men and women, from gender equality, that to contribute for long term peace, not only for having solution for a recent conflict. Hoe komt het dat de kolonel zich aangesproken voelt door geweldloos verzet? Dat lijkt misschien vreemder dan het eigenlijk is. Militairen die houden zich bezig met conflictoplossing. Maar het is niet de enige manier natuurlijk. Soms heb je wapens nodig. Ik denk, we staan hier op dat 5 meiplein, dat de Duitsers echt niet weggegaan zouden zijn met geweldloos verzet van de Nederlanders. Dus soms heb je wapengeweld nodig. Maar het is niet de enige manier om conflicten op te lossen. Vaak gaat het ook anders en soms veel effectiever. En dan verwijs ik niet alleen naar Gandhi, maar ook naar allerlei kleine haarden van conflicten. Waar dappere mensen zonder het gebruik van geweld toch vrede en rust afdwingen. Maar het gaat om het feit dat je in deze verdiensten toch erkend wordt en als een soort ambassadeur bent voor die vrijheid, voor die vrijheid en voor die vrede waar je probeert geweldloos mee om te gaan. Deze vredeshelden worden gehuldigd als symbolisch eerbetoon aan de duizenden burgeractivisten die in conflictgebieden actief zijn zonder wapens. Het is heel erg belangrijk dat wij snappen dat je vrede en democratie nooit van buitenaf kunt opleggen. Dat moeten de mensen zelf doen. Dus de versterking van lokale initiatieven laat zien dat er een vredeswil is, helpt om bruggen te slaan, om alternatieven voor dat geweld te versterken. Dus wel degelijk de steun voor die lokale initiatieven vergroot de kans op een duurzame, stabiele vrede en democratie in landen als Syrië en Irak. The culture of dialogue, it's one of the very important method to prevent any negative conflict because people they fight because they don't know each other. They are afraid of each other. And when we have kind of open dialogue, transparent dialogue, and everyone had the same position on the table, whether they are from different gender or different culture, different religion, I mean, that playing role in preventing any kind of negative conflict. So therefore, we need such a
culture of dialogue in Syria. Now I'm talking since I am Syrian, and this is what we are missing in our conflict. We have a mediation with Stama gedaan. We willen ook de rebellen bij bereiken, ook bij mediation. We willen ook bij alle dialogen zijn om naar echt een duurzame vrede te brengen naar Sudan, naar daarvoor. Ik heb dat stukje van de Berlijnse muur meegenomen. Ik heb dat zelf eruit gehakt, ruim 25 jaar geleden. Omdat het voor mij hoop vertegenwoordigt. En hoop is wat we nodig hebben. De Berlijnse muur die viel omdat burgers zeiden, we accepteren die tweedeling niet meer. En er zijn ook burgers nu in landen in oorlog die datzelfde zeggen. We willen die oorlog niet, alleen moeten wij ze beter gaan steunen. Wat was je missie en heeft dat zin gehad? Toen ik naar Palestina ging eind 2015, waren er eigenlijk twee zaken die we daar zouden moeten doen. Helpen, niet alleen solidair tijd tonen, maar ook daadwerkelijk mensen helpen die onder bezetting leven. En daarna, en tegelijkertijd eigenlijk, zoveel mogelijk informatie opzuigen. En daarna, tweede fase van het project, overal het verhaal gaan vertellen. En dat doe ik nu hier en ook elders. Ik denk dat de plattelandse boer blij was als we daar waren en de kolonisten hem niet het leven zuur maakten. En ik denk ten tweede dat mensen hier in Nederland, als ze horen hoe mensen daar worden uitgebuit en onderdrukt, nog eens een keer na gaan denken over hoe het allemaal zit daar. En wat wij willen is steun van de politiek. Maar ook van de overheid. Voldoende geld van de overheid om 100 getrainde burgers per jaar uit te kunnen zenden. En het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat er duurzame vrede door burgers, door burgeractivisme wordt gerealiseerd. Vrede zonder wapen is mogelijk als de mensen, iedereen, vrouw en man, de wil hebben. En geen andere belang, maar vrede.